Wij vragen uw aandacht voor onze derde serie luisterspelen over de ruimtevaart. Sprong in het heelal. Mars slaat toe. Een vervolghoorspel van Charles Chilton, vertaald door Propeller en opgevoerd onder spelleiding van Leon Povel. Vanavond het zevende deel, Landing op Mars. Na een reis van 6 maanden, van de maan naar Mars, waren wij de rode planeet tot op enkele duizenden kilometers genaderd. We waren juist begonnen voorbereidingen te treffen om in een vaste baan om Mars te gaan cirkelen, toen Jimmy, via de radio, een vreemde stem opving. Dezelfde stem die wij enkele weken geleden ook hadden gehoord, maar die toen volkomen onverstaanbaar was geweest. Nu echter verstonden wij ieder woord. Het was de stem van Frank Rogers, een lid van de bemanning van de eerste ruimtevloot, die door de Martianen gevangen genomen was en naar ons aller mening door hen was aangepast. De mededelingen die hij deed waren aanvankelijk vrij verward, maar op een gegeven ogenblik kondigde hij een belangrijk bericht aan. Vrachtvaarder nummer 1 roept u, ik heb een bericht voor u. In zijn hemelsnaam, dokter, laten we hem zeggen dat we zijn bericht opnemen. Misschien als hij verder praat, dat we dan iets begrijpen van wat er in zijn brein omgaat. Ja, goed, ja. Hallo, vrachtvaarder 1, klaar om uw bericht op te nemen. Hallo, hier volgt het bericht. Ik ontvang u. Uw bericht, alstublieft. Vrachtvaarder nummer 1 aan de pionier. Hier volgen de gebruikelijke controlegegevens. Bent u klaar om ze op te nemen? Je hebt er werkelijk niet meer bij elkaar. Hallo! Hallo, uw bericht, alstublieft. Hoort u mij niet? Ik kan niet. Het is Whittaker. Help! Whittaker? Blijf van me af! Ja, maar Whittaker is toch dood? Blijf van me af! Ga weg! Hallo, Blakkerdip! Hallo! 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 Wat wil hij toch met dat verhaal van Whittaker? Het leek wel of hij bij hem was. Ja, hallo, Frank! Hallo! Hoor je me? Frank, hallo! Hij antwoordt niet meer, Jeff. Waar zou die zijn? Van waar zou die ons oproepen? Van daar beneden, op Mars natuurlijk. Waar anders vandaan? Ja, dat begrijp ik, Jimmy. Maar ik bedoel, van waar op Mars? Ja, ja, daar vraag ik zo. Hallo. Hallo, dit is Captain Morgan. Ik roep Frank Rogers. Antwoord alsjeblieft. Ja, we mogen ons hier niet te lang mee ophouden, Jeff. Het wordt hoog tijd dat we in de baan op Mars gaan liggen. Neem jij het maar van me over, Jim. Oké, Jeff. Blijf proberen of je hem te pakken kunt krijgen. En als het lukt, roep me dan, hè. Huh? Intussen maken wij alles klaar voor de overgang in de vaste baan. Oké. Hallo, hallo. Pionier op Frank Rogers. Pionier op Frank Rogers. We hebben sinds enige minuten niets meer van u gehoord. Antwoord alsjeblieft. Jimmy bleef met tussenpozen wel een uur lang proberen weer contact met Frank Rogers te krijgen. Maar wij hoorden niets meer van hem. Na dat uur moest Jimmy zijn radiopaneel in de steek laten en terugkeren naar zijn kooi in verband met de versnelling die de pionier en de beide vrachtvaarders in de vaste baan om Mars zou brengen, op 1600 kilometer hoogte. De koersverlegging verliep vlot en de controle op aarde werd daarvan op de hoogte gesteld. Iedere 2 uur beschreven wij een volledige cirkel om Mars, en omdat de planeet daarbij zelf om zijn as wentelde, bracht iedere nieuwe cirkel een ander stuk van haar oppervlakte onder ons oog. Zodoende konden wij binnen de 12 uren het gehele oppervlak van Mars overzien. Toen wij een jaar geleden Mars zo snel moesten verlaten, hadden wij 3 van onze vrachtvaarders moeten achterlaten, omdat wij zoveel manschappen hadden verloren. Die vrachtvaarders, die ten gevolge van hun bouw niet op Mars konden landen, bleven in de vaste baan om Mars cirkelen, precies zoals wij nu deden. Als men ze met rust had gelaten, moesten ze nog steeds in die baan rondcirkelen. En wij verwachten dan ook ze weldra te zullen zien.
In die hoop werden wij echter teleurgesteld. Wat zou er van die vrachtvaarders geworden zijn? Nou, misschien zijn ze wel omlaag gedoken en op de planeet ter plette geslagen. Nee, dat kan niet. Niet? Iemand moet ze dan hier zijn komen halen en naar beneden hebben gebracht. Nee, ook dat is onmogelijk, Mitch. Dan waren ze in Florida gegaan zodra ze in de atmosfeer van Mars terecht waren. Ze waren immers uitsluitend gebouwd om in de luchtledige ruimte te vliegen. Ja, maar zomaar verdwijnen, daar kunnen ze toch ook niet, hè? Nee, natuurlijk. Weet je, ik denk dat de Martianen met een stel vliegende bollen hierheen gekomen zijn. Huh? Al onze voorraad uit de vrachtvaarders hebben gehaald. En daarna hun snelheid zoveel hebben verminderd dat ze naar beneden doken en te pletter sloegen op Mars. Dat is het enige. Ja, dat is helemaal niet onmogelijk. Niet waar, toch? Natuurlijk. Moet voor hen niet al te moeilijk zijn geweest het zo aan te leggen dat ze terechtkwamen, ergens in de woestijn. Op honderden kilometers afstand van de dichtstbijzijnde stad of boerderij. Ja, nou, in dat geval bestaat de kans, al zal die dan heel klein zijn, dat we wrakstukken nog ontdekken. Natuurlijk. Nou ja, die kans acht ik wel zo klein dat het me niet eens de moeite waard lijkt er veel aandacht aan te besteden. Nou, in ieder geval is het tijd de oppervlakte wat nauwkeuriger onder de loep te nemen. Ja. Neem jij de televisie, dokter? Jazeker. Gebruik telescopische lens. Ja, goed. Mitch en ik zullen om beurt de kijkers bedienen. En als jullie iets zien dat je van belang lijkt, maak er een foto van. En jij, Jim, ga jij weer naar de radio en probeer nog eens of je Frank Rogers te pakken kunt krijgen. Keetje. Wij togen alle aan het werk. De poolkappen, de woestijnen, de ontgonnen gebieden, de kanalen en alle andere bijzonderheden van Mars waren duidelijk en helder zichtbaar. Behalve een enkele keer wanneer details ervan verdwenen achter de hoge ijle wolken die men in de atmosfeer van Mars aantreft. Vooral in de nabijheid van de poolstreek. 3 dagen lang hadden we om de planeet gecirkeld en onze aandacht concentreerde zich nu voornamelijk op de oase, de plaatsen waar de kanalen elkaar kruisten. Speciaal die van het zonnemeer, waarvan we wisten dat er een Martiaanse stad in gelegen was, had onze grote belangstelling. Zie je de stad, Jeff? Jazeker, Mitch. Maar ze is zo mooi aangepast aan haar omgeving. Dat we ze beslist niet hadden opgemerkt als we niet hadden geweten dat ze daar moest liggen. Enig teken van leven? Nee, voor zover ik kan zien niet. Maar dat kan ook als niet op deze afstand. Ja, tot dusver hebben we dus 2 steden ontdekt. Die in O4 en die van het Zonnemeer. Ja. Daar moeten er natuurlijk veel meer zijn. Nou, daar ben ik van overtuigd, Doc. Als ze maar wisten waar ze ze moesten zoeken, ja, dan zouden ze waarschijnlijk wel vinden. Hmm. Maar die hele planeet afzoeken, dat duurt dagen, misschien wel weken. Zoveel tijd hebben we nog helemaal niet. Ja, en die asteroïden dan? Huh? Die zouden we toch moeten zien? Als er een stelletje bij elkaar staat opgesteld, dan moeten we ze toch duidelijk kunnen onderscheiden waar ze zich ook bevinden. Ik geloof nooit dat die van Mars vandaan komen, Mitch. Daarvoor zijn ze veel te groot. Ze zouden geen 1000 jaar van Mars kunnen opstijgen. Ja, maar waar komen ze dan vandaan? Ja, en hoe kunnen ze die vliegende ballen erin onderbrengen? En hoe zien die asteroïden van binnen uit? Ja, dat mag Joost weten, Doc. Wat ook mij het meest intrigeert is, waar komen ze vandaan? Maar laat nou eens een van jullie me hier vervangen, hè. Ik heb al zo lang door die kijker gekeken dat mijn ogen ervan talen. Ik neem het wel even van je over, Jeff. Ja, is goed, Mitch. Nou, ik denk niet dat er nog veel te ontdekken valt, hè, het Zonnemeer. Daarom zou ik je aanraden al je aandacht te besteden aan het Zuidpoolgebied. Op een half uurtje zijn we er recht boven. Goed, als ik wat zie dat me de moeite waard lijkt, roep ik je wel. Oké. Okay. Hey, Jeff. Huh? Ja, mensen, wat is er? De poolbasis bestaat nog altijd. Wat zeg je? Ik zie iets dat alleen maar onze karavaan kan zijn. De beide trucks met aanhangwagens. Laat maar eens even kijken. Ja, ga je gang maar. Ja? En? Ja, je hebt gelijk. Zie je wel. Maar Mitch. Ja? Hoe is dat tweede stel daar gekomen? Was dat nog maar 1? Hoezo? Ja, herinner je dat niet meer? Ik had mijn stel immers in de Argierenwoestijn achtergelaten. Jij, de dokter en Jimmy pikten me op in die vliegende bol. En daarmee zijn we toen immers naar de poolbasis gevlogen. Ja, nou, je het zegt. Nou herinner ik het me ook. Al moet ik zeggen dat ik er destijds natuurlijk niet veel van gemerkt heb. Maar hoe is dat stel daar dan terechtgekomen? Blijkbaar heeft iemand het erheen gereden. Wellicht, maar wie? En waarom? Geen flauw idee. Maar in alle geval zijn ze er allebei. Ja. Dat zie je. Hoe klein ze ook zijn, je kunt ze duidelijk herkennen. Nou, dat is zeker. Hallo, expeditiegroep. Poolbasis roept expeditiegroep. Jim, ik heb hem weer te pakken. Hij is weer aan de gang. Hey, kom, Jimmy. Wil jij aan de kijker blijven, Mitch? Ja, goed.
Weet je zeker dat het dezelfde stem is, Jim? Ja, natuurlijk. Maar nou zegt hij dat hij zich op de Poolbasis bevindt en hij roept de expeditiegroep. Oh. Hallo. Hallo, vlaggenschip de Pionier roept u. Wij ontvangen u luid en duidelijk. Zet de bandopnemer aan, Jim. Staat al aan, chef. Hallo, expeditiegroep. Poolbasis roept u. Ik heb een bericht voor u. Probeer hem te peilen, Jim. Huh? We zijn nu zo dicht bij hem dat we zeker achter kunnen komen waar hij precies zit. Oké. Okay. Hallo, Poolbasis. Welk bericht heeft u? De gebruikelijke controleberichten. Bent u klaar om ze op te nemen? De gebruikelijke controleberichten? Ja, ga uw gang, Poolbasis. Vrachtvaarder veilig geland. Wat zijn uw orders? Laten we eens even doorgaan. Ja, wilt u dat bericht nog eens herhalen? Poolbasis tot expeditiegroep. Ik herhaal, vrachtvaarder is thans veilig geland. Wat zijn uw orders? Moeten wij de trucks met aanhangers onmiddellijk lossen of moeten we wachten tot nummer 2 geland is? Daar heb ik niks meer van. Eerst zit hij in nummer 1 en dan zit hij op de Poolbasis en dan wordt hij weer op nummer 2. Wacht maar. Hallo, hallo. Wie zei u dat u is? De Poolbasis, Frank Rogers. Ik ben klaar om te lossen zodra u opdracht geeft. U zei toch Poolbasis, nietwaar? Ja, natuurlijk. Wie anders? Ja, dat is nou net wat ik graag wilde weten. Heb je hem nog niet gepeild, Jim? Nee, Jeff, hou hem nog even aan de praat. Hallo, Poolbasis, de Pionier roept u. De Pionier? Maar dat kan toch niet? De Pionier staat hier naast me, nog geen 100 meter van me vandaan. Wat zegt hij nou? Hallo, ik geloof dat wij u niet goed verstaan. Wilt u uw oproep nog eens herhalen? Hallo, expeditiegroep, hier de Poolbasis. Ik herhaal, hier de Poolbasis. Ontvangt u mij nu goed? Hallo, Poolbasis. Ja, wij ontvangen u goed. Wilt u ons over enige ogenblikken nog eens roepen? Ja, goed. Dokter, Mitch. Ja, Jeff. Kom eens hier. Ik wil eens weten wat jullie ervan denken. Ja, daar ben ik. Nou, als het werkelijk Frank Rogers is en hij zegt dat hij op de Poolbasis is, waarom zou dat dan niet zo zijn? Ja, dat zou zelfs verklaren hoe het komt dat beide stellen voertuigen zich daar bevinden. Mm-hmm. Je bedoelt dat hij op de een of andere manier is ontsnapt aan degene die hem hadden aangepast? Ja, natuurlijk. Dat hij het door Jeff in de steek gelaten stel heeft gevonden en daarmee naar de Poolbasis is gereden? Ja, maar wat moeten wij er anders van denken? Ja. Aangezien beide trucks zijn uitgerust met radio, heeft hij er waarschijnlijk één van gebruikt om ons op te roepen. Ja, maar Doc, hoe kon hij dan weten dat wij in de buurt van Mars zijn? Ja, te oordelen naar de inhoud van zijn zogenaamde berichten, twijfel ik er sterk aan of hij wel weet waar iemand is. Zelfs hij zelf. Ja. Het ene moment denkt hij dat hij nog op reis is door de ruimte, en het volgende dat hij zich op Mars bevindt. Nou, in elk geval is het zeker dat er iemand in die karavaan is. Ja. Frank Rogers, of een ander die beweert Frank Rogers te zijn. Ja, zou je denken, Jeff? Ja, waarom niet? Hij zegt dat hij zich op de Poolbasis bevindt. En we hebben de karavaan er net nog gezien. Ja, zo, inderdaad. Kun jij me dan misschien vertellen hoe het komt dat volgens mijn peiling de zender waar we verbinding mee hadden midden in het Mare Australië staat? Tja, waar zit hij nou? In de karavaan op de Poolbasis of ginder? In de Mare Australië. Ja, wacht eens. Die vrachtvaarder nummer 2. Ja? Die is verongelukt in het Mare Australis. Ja? Waarschijnlijk is hij dan nog. Frank heeft het grootste gedeelte van de inhoud eruit gehaald en meegenomen naar de Poolbasis. Nou, en verder? Nou, toen hij er voor de laatste keer in was, heeft hij de radio aangezet, niet? Misschien staat die nog aan en ontvangen wij zijn mededelingen via de zender van vrachtvaarder nummer 2. Ja, het is mogelijk. Maar nou zegt Frank, als het Frank tenminste is, ja? Dat hij zich op de Poolbasis bevindt in afwachting van de landing van nummer 2. Dat kan niet, want die staat nu al langer dan een jaar op zijn neus in de Mare Australis. Als je mij vraagt, Jeff, dan weet ik van voren niet dat hij van achteren leeft. Wat denk jij, dokter? Ja, nou, ik weet het niet, hoor. Ik geloof dat we niet anders konden verwachten. Degene die ons oproept, en ik ben ervan overtuigd dat het Frank Rogers is, heeft blijkbaar geen controle over zijn geestvermogens. Ja, ja, af en toe weet hij waar hij is. Maar dan weer leeft hij in de geest in het verleden. Hij stelt zich voor dat hij nog met de ruimtevloot op weg is naar Mars. Ja. En telkens herinnert hij zich niet alleen wat er een jaar geleden gebeurd is, maar beleeft hij die gebeurtenissen weer. Oh ja. Vandaar dat hij het ene moment nog meent dat hij zich in zijn vroegere vaartuig, vrachtvaarder nummer 1, bevindt. En het volgende, dat hij op de Poolbasis is, waar hij het merendeel van de tijd heeft doorgebracht, sedert zijn landing op Mars. Ja, maar wacht eens even. Waar denk je dan dat hij werkelijk is, Doc? Ja, in het Mare Australis. Oh.
In de verongelukte vrachtvaarder nummer 2. Ja, maar hoe kon hij daar dan zo lang blijven? Hij moest toch ergens van leven? Oh, ja, wat dat betreft, er zijn levensmiddelen en voorraden genoeg... om dat vader op eenmaal zeker 3 maanden of nog langer in leven te houden. Hoe lang zal hij daar al zijn? Wie weet. Wanneer hebben we zijn stem voor het eerst gehoord? Nou, dat was ongeveer 1 maand geleden. Een maand geleden. Maar toen was hij misschien al lang bezig contact te zoeken met iemand. Nou ja, ik hou het er nog altijd voor dat hij is waar hij beweert te zijn, namelijk op de poolbasis. Oh, dacht je soms dat onze pijlenrichting niet goed werkt? Nee, Jimmy, dat niet. Maar ik denk dat we te doen hebben met een valstrik. Hè? Men probeert ons ertoe te brengen in de nabijheid van de verongelukte vrachtvaarder te landen. En zodra we geland zijn, staat daar waarschijnlijk een hele troep aangepaste kerels klaar... om ons een hartelijke ontvangst te bereiden. Nou, kom nou, maar ja. Australis is zo plat als een pannenkoek. Ja. Als iemand ons daar opwacht, dan moeten we hem toch zien. Ja, juist. En dan? Nou, dan vermeerderen we onze snelheid. Stijgen weer op en landen ergens anders. Ik hou het nog altijd op de poolbasis. Ja, ik zou het wel met je eens willen zijn, Mitch... als dat tweede stel voertuigen daar maar niet was. Denk je dat die dingen vol mensen zitten om ons op te wachten? Nou, waarom niet? Leuk idee. Ze kunnen wel denken dat we van plan zijn onze landing op dezelfde plaats uit te voeren als vroeger. Ja. En dat wij een karavaan nodig hebben om ons op Mars te verplaatsen. Ja, dan hebben ze toch lelijk mis, hè? We hebben trouwens die karavaan helemaal niet nodig. Overigens hadden ze toch absoluut geen zekerheid dat we komen zouden. Zo? Denk je dat? Terwijl er blijkbaar zelfs spionnen zaten in het hoofdkwartier ruimtevaart op aarde. Ja, goed. Of ze nou van onze komst afwisten, ja of nee, dat verandert er helemaal niks aan... dat we uiteindelijk toch ergens zullen moeten landen. Niet? Natuurlijk. We hebben nu al een dozijn keer om Mars heen gecirkeld. Ik blijf erbij dat we het beste kunnen landen op de poolkap. Ja, juist, ik op ook. Op de poolkap. Ja. En jij, dokter? Wat denk jij ervan? In het Mare Australis. Ja. Maar dat is toch... Zo dicht mogelijk bij het wrak van nummer 2. Nou, ja. Ik ben ervan overtuigd dat Frank Rogers daar is. Als hij daar is, dan zijn we moreel verplicht hem op te pikken. Dat is logisch. En dat niet alleen, Jimmy. Hij kan ons bovendien, als hij ontsnapt is, enorme diensten bewijzen. Ja, dat is waar. Hij zal ons heel wat inlichtingen kunnen verschaffen. Ja, aangenomen dan altijd dat zijn toestand zo is dat hij daartoe in staat zal zijn. Ja, dat spreekt vanzelf. Wat we tot nu toe van hem gehoord hebben, geeft op dit moment nog niet veel hoop. Wie weet, Mitch. Hij kan wel weer normaal worden. Misschien zelfs zijn wij in staat daarvoor te zorgen. Als we hem tenminste vinden. Nou, Jeff, het zal het zijn. Het Mare Australis of de Poolkap? Het Mare. Oké. Jij bent de verantwoordelijke man. Goed, breng gauw een bericht in code over voor de controle, dokter. Ja, deel mee wat we gaan doen. Ja, oké. Blijf jij intussen aan de radio, Jimmy. Om het bericht over te scannen zodra het klaar is. En blijf luisteren of je die stem weer te horen krijgt. Kijk je. Mitch? Ja? Jij gaat met me mee naar nummer 2 om de nodige brandstof voor de lading over te hevelen. Goed. Jeff. Trek je ruimtekostuum aan, zodra onze positie gunstig is. Ten opzichte van Mars gaan we daar. Zodra ik het bericht in code had gebracht, gaf ik het aan Jimmy om het over te seinen naar de aarde. Daarna begaf ik mij naar het ruim om toezicht te houden op het bijvullen van de brandstoftanks. Om op Mars te landen hadden we maar heel weinig brandstof nodig, waarmee we tot binnen de dampkring konden komen. Daarna zouden we, gedragen door onze reusachtige vleugels, door die atmosfeer naar beneden zweven, zonder dat onze motor daarbij dienst behoefde te doen. Maar om naderhand weer van Mars op te stijgen, hadden wij natuurlijk een massa brandstof nodig. En er zat nu eenmaal niks anders op dan dat we die meteen meenamen. Het bijtanken kostte ons ongeveer 2 uur. Daarna keerden Jeff en Mitch terug uit vrachtvaarder 2 naar de Pionier. Jeff ging in de cockpit om de afdaling voor te bereiden. 19 graden. 19,5. 20. 20,5. Klaar om de gyro af te zetten. 21. Klaar. 21,5. 22 graden. Gyro af. Alles in orde, Mitch? Ja, Jeff. Hoe lang nog, Doc? Nog 20 seconden. Zeg, jullie kunnen nu de vrachtvaders van wel zeggen. Voorlopig althans. Laten we hopen dat ze er nog zijn als we terugkomen. Nog 15 seconden. Zorg dat je hem op de juiste plaats neerpoot, Jeff. Ik zou niet graag in het zonnemeer landen, midden in het vijandelijke kamp. Ja, doe maar nou een lol, Mitch. Hebben we nou niet genoeg om over te piekeren? Nog 10 seconden. Hallo, expeditiegroep. Poolbasis roept expeditiegroep. Ja, jij hem ook weer. Nog 5 seconden. Geen antwoorden, Jim. Ik zal je straks wel wanneer je dit kunt doen. Ja, dacht je soms 2, dat ik nou van mijn kooi ging opstaan? 2, 1. Ja. Daar gaan we. Hallo, expeditiegroep. Poolbasis roept u. Hoort u mij? Ja. Antwoord alstublieft. Ja, we horen je wel, vriendje. Maar je zult er eventjes moeten wachten. We hebben op het ogenblik wel iets anders op ons hoofd.
Waar zijn we nou, Doc? Boven de zuidelijke poolkap, Jimmy. Kun je de karavaan zien? Ja, nou, kom maar eens kijken. Hoogte, Mitch. 6000 meter. Nou, het ziet er niet erg beschadigd uit, hè? Nee. Zeg, misschien werden ze wel hierheen gebracht. Ik bedoel, dat tweede stel dan, hè? Om te voorkomen dat het aangepaste personeel ze zien zou. Oh, dat kan wel. Weet je niet? Blijkbaar heeft ze de laatste tijd geen dienst gedaan. Anders zagen we wel sporen op het ijs, ja. Niet? Zeg, dus Haakjes, ik vind dat die poolkap uitgestrekter is dan de laatste keer. Ja, dat kan uitkomen, Jimmy. Het is nou winter op het zuidelijk halfrond, hè? Ja, dat is dan maar goed dat we hier niet landen, hè? Ah. 1700 meter. Waar zijn we nou, dokter? Boven het Mare Australis. We gaan weer liggen, Jimmy. We landen zo. Ja. Hallo, expeditiegroep. Poolbasis roept u. Hoort u mij? Ik heb de laatste uren niets meer van u vernomen. Zeg, hij is nou veel luider dan eerst. Hij zit vast in die vrachtvaarder. Want hoe dichterbij we komen, hoe luider zijn signalen worden. Ja, antwoord hem nou maar, Jim. En zeg dat we hem horen en dat we hem over enkele minuten zullen roepen. Oké. Okay. Mitch, hoogte. 1300 meter. Zie je de vrachtvaarder al, chef? Nee, dokter, nog niet. Nou, dan zullen we wel gauw zien. We liggen prachtig op koers. En duidelijk. Hallo, nee, geen spoor van die vrachtvaarder te bekennen. Misschien hebben we het vak wel opgeruimd. Hallo, expeditiegroep. Ik ontvang u nu op volle kracht. 1000 meter. We naderen hem nu in alle geval snel. Zijn signalen zijn vrij luid, hoor. Hallo, poolbasis. Wij ontvangen u op sterkte 2. Wat zijn uw orders? Onze orders zijn dat u nog even geduld moet hebben. We roepen u weer bij de enkele minuten, begrepen? 750 meter. Ik herhaal, begrepen? 750. Nou, laat maar, Jimmy. Hij geeft geen antwoord meer. Ja, ga naar je kooi. Ja. En snoer je vast. We kunnen ieder ogenblik landen. Oké, dokter. 650 meter. Mitch, dokter. Ja? Ik kan het wrak zien. Het ligt nog precies zoals wij het hebben achtergelaten. Op zijn neus. Ik krijg niet de indruk dat er iemand bij is 600 geweest. Meter. Bouw je in de buurt ervan landen? Ja, ik ga nu landen. 450 meter. Remklappen. Hou je gereed, dokter, om de remparachutes te vieren, zodra ik het zeg. Best, chef. We hebben bijna onze landingssnelheid. Ik denk dat het wel zal lukken. 350 meter. 350. Als die bodem dan maar hard genoeg is om ons gewicht te dragen. Ja, dat zal wel, Jimmy. Dat is waarschijnlijk nog stijf bevroren. Zet de televisie af, wil je? Oké, dok. Televisie af. 300 meter. Zeg, Jeff, er zijn toch geen Martianen te bekennen, hè? Nee, Jim, alleen maar het wrak en de rode vlakte, zover je kunt zien. Zo gezien zou je niet denken dat er enige vorm van leven op Mars bestaat. 250 meter. 250. Schuts uit, dokter. Remparachutes uit. 210 meter. Ik zet nu de landing in. Hou je vast. 180. Opgepast, daar gaan we. 150. Nog een stijl niet. 125. Hij trekt een bastijl tijdens. 100. Ik hoop het, nou die hele reis is niet eens verzekerd. 60. 30. Pas op, ik leg hem recht. We landen nu. Startlanding, prachtig. Ja, wacht nog even tot we stilstaan. Dan pas ben ik het met je eens. Ik rem nu af. Nou, nogal ruw, hè? Niet zo glad als jij wel dacht, hè, Doc? Nee, stil nou. Zo. Mannen, we zijn er. Fijn, Jeff. Een landing zo. Ja, zo. En allemaal nog heel. Maar voor hoe lang, vraag ik me af. Wat zie je, dokter? Nou, niks bijzonders, Jimmy. Precies zoals Jeff al zei. Alleen maar de rode vlakte die zich uitstrekt tot aan de horizon. En de vrachtvaarder? Ja, natuurlijk, die ook. Ten westen van ons, op een goede 800 meter afstand. Kom even kijken. Ja, natuurlijk. Maar je had net zo goed de televisie kunnen aanzetten. Die zie je even verder. Ja, dat is waar, dokter. Ja. Ja, weet je, het is toch niet hetzelfde, niet waar, wanneer je de dingen in je leven met het leven kan zien. Jimmy. Ja, Jeff. Jimmy, we moeten nou aan het werk. Het landschap kun je later wel bewonderen. Ik dank u. Ik wilde alleen maar eventjes naar buiten kijken in de navigatie. Daar heb je naderhand alle tijd voor. Nee. Nou, wat doen we, Jeff? Laden we al onze spullen uit? Nee, enkele maar. In de eerste plaats de snelle truck. We hebben nu nog 3 uren voordat de zon ondergaat. Juist tijd genoeg om naar het wrak te rijden en te kijken of Frank Rogers er werkelijk in zit. Nou, dat moet wel. Zijn laatste oproep die kwam beslist vanuit die vrachtvaarder. Oh. Er kon nergens alles vandaan komen, want daarvoor was hij te krachtig. Nou, ik hoop dat het zo is. Wie gaan erheen, Jeff? Mitch en ik. Zeg, dokter. Ja? Zoek jij nauwkeurig de horizon en de hemel af, terwijl we onderweg zijn. Hmm. Misschien kun je iets ontdekken, vliegende bollen of andere dingen. Waaruit valt op te maken dat ze komen kijken wat we hier uitvoeren. Oh, ik zal mijn best doen. En jij, Jimmy, ja, blijf aan de radio.
Probeer weer contact op te nemen met Rogers. En zorg dat je tevens met ons in verbinding blijft via de walkie-talkies. Nog wat anders? Ja, als Frank daar hem niet is, wat dan? Ja, dat moet er zijn, Mitch. Waar zou die anders kunnen zijn? Daar denk ik liever niet aan. Maar ik hoop dat je het bij het rechte eind hebt, dokter. En dat we niet met open ogen in een hinderlaag lopen. Nou, ik durf er een lief ding onder te verwillen dat er geen Martianen of aangepaste mensen te vinden zijn 100 mijl in de omtrek. Als dat wel zo was, dan hadden we bij de landing vast iets van ze gezien. Op zijn allerminst een van die vliegende bollen. Hoe zouden ze anders hier kunnen komen? Nou, als je daar dan zo zeker van bent, laten we dan maar gaan. Ik zal mijn ruimtekostuum gaan aantrekken en het luik van de lucht sluiten. Hallo, dokter. Hoor je me? Hallo, Jeff. Ik hoor je luid en duidelijk. Nou, Mitch en ik zijn nu in de truck en klaar om naar het wrak te rijden. Oké, Jeff. Vooruit, Mitch. Rij je maar. Ja. Ja, hij doet het, hoor. Dan laten we nog maar gaan. Zo heel veel tijd hebben we niet als we voor donker terug willen zijn. Hallo, Jeff. Ja, dok. We hebben weer contact met Rogers. Oh. Zijn signalen zijn nu zo krachtig dat onze ontvanger bijna overbelast wordt. Kun je de wijsheid worden wat hij eigenlijk wil? Nee, hij zegt herhaaldelijk dat hij alleen is. Maar hij denkt nog steeds dat hij op de bolbasis zit. Oh, heb je hem gezegd dat we geland zijn? Nou, niet met zoveel woorden. Ik heb hem verteld dat er iemand van de expeditiegroep onderweg is naar de vrachtvaarder. Ja, en wat antwoordde hij erop? Dat hij zich niet in een vrachtvaarder op Mars bevindt. Zo? Nee, nou denkt hij weer dat hij nog op reis is door het heelal. Jimmy heeft heel wat met hem te stellen, zeg. Ja, nou, zorg in alle gevallen dat hij blijft waar hij is. Ja. Zeg hem dat we bijna bij hem zijn. Ja. En dat we ons met hem in verbinding zullen stellen zodra we uit de karavaan zijn. Ja, goed. Ik hoop maar dat ik hem aan zijn verstand kan brengen dat we het over hem hebben. Ziezo, Mitch. Nou zijn we dicht genoeg bij. Ja. Zet je helm op, dan gaan we naar buiten. Goed, ja. Hallo, dokter. Ja, Jeff. We zijn bij het wrak aangekomen en gaan nu de truck verlaten. Begrepen. Ik probeer nu even mijn walkie-talkie. In orde, Mitch. Ik ook, Doc. In orde, Jeff. Ja. Sluit de binnendeur, Mitch. Binnendeur, contact. Hallo, Doc. We gaan nu naar buiten en gaan naar het wrak. Heb je nog iets van Rogers gehoord? Nee. Goed. Dan gaan we eerst het wrak doorzoeken. Zo. We lopen er nu omheen. En gaan naar de deur van het vrachtruim. Kijk eens of die open is, Mitch. Ja. Hij is open. Hé. Hey. De zaak ziet er nog net zo uit als een jaar geleden. Ik krijg niet de indruk dat er sindsdien iemand binnen is geweest. Zelfs de ladder is nog neergelaten. Kom, nou, dan gaan we naar binnen. Ik ga voor. Voorzichtig, Jeff. Geen zorg, dokter. Probeer eens of je licht kunt maken, mensje. Ja, zo. Hé, hey. Er is nog altijd stroom. Prachtig. Nou, dan gaan we de cabine binnen. Versta je ons nog, dokter? Zeker. Ja, we lopen nu door het vrachtruim naar de luchtsluis van de cabine. Ja. Alles bevindt zich hier nog op de oude plaats. Nee, ik geloof niet dat iemand iets heeft aangeraakt. Als dat zo is, dan moet de luchtsluis tussen het vrachtruim en de cabine open zijn. De toegang vanuit het vrachtruim, in alle geval. Nou, we zijn er nou net. Nou, en? Gesloten. Zo. Dan moet er iemand in de cabine zijn. Ja. Doc. Ja? Roep Frank op en zeg hem dat we buiten zijn. Ja, dat geeft niks, Jeff. Hij antwoordt niet meer. Oh, nou. Nou, dan gaan wij maar naar binnen. Als het sluitingsmechanisme met de mensen nog functioneert. Ja. Alsjeblieft, hij doet het. Zo, kom maar in, Mitch. Doe de deur achter je dicht. We zijn nu in de luchtsluis, dokter. Als Frank in de cabine is, moet hij ons horen. Nou, als dat zo is, laat hij dat niet merken. Jimmy roept hem nog telkens op, maar hij geeft geen antwoord. Ik maak nou de deur van de cabine open. Zeg, dat is vreemd. Die cabine is helemaal donker. Wat zeg je? Oh, ja, zo. Nee, zo is beter. Mitch heeft er licht gemaakt. Ja, voorzichtig, Jeff. Ik
Kijk eerst goed rond voordat je naar binnen gaat. Ja, dat doen we al. En? Is Frank daar? Nee, dokter. Er is niemand in de cabine. Hallo, pionier. Hallo, ja, pionier. Hier is pionier. Geef me de dokter, Jimmy, wil je? Oké. Dokter. Ja, hier komt Jimmy. Neem jij weer even de televisie over, ja? Ja. Laat de camera maar blijven ronddraaien. Oké, dok. Hallo, Jeff. Hier, Matthews. Wat is er? Doc, Mitch en ik ja? hebben de hele zaak grondig doorzocht. Er is hier weliswaar geen mens, maar het is toch zeker dat er iemand geweest is. Hoezo? De zender staat nog aan. En gezien het feit dat de stroom bijna helemaal verbruikt is, moet hij al langer dan een maand hebben aangestaan. Hé, hey, dan moeten de oproepen die wij ontvangen hebben via die zender zijn uitgezonden. Ja, dat moet wel. En helemaal geen spoor van Frank Rogers. Nee. Mitch is nog eens een kijkje gaan nemen in het prachtruim. Maar het is zeker dat Rogers zich hier nergens ophoudt. Maar zou hij, als hij het geweest is, de vrachtvaarders soms hebben verlaten, terwijl wij bezig waren te landen? Ja, hoe dan en met welk voertuig? Dan hadden we moeten zien. Hallo, pionier. Expeditiegroep Frank Rogers roept de pionier. Lieve hemel, hoorde je dat? Nou, en of? Wat een wonder trouwens. Het was de zender hier die oproep uitzond. Wat zeg je? Ja, de zender hier. Hij wordt blijkbaar op afstand bediend. En waar vandaan? Dat zou ik ook graag willen weten. Dokter, beantwoord zijn oproep. Eens kijken of hij nu iets verstandigs te vertellen heeft. Nou, schakel die zender dan uit. Ik wil graag direct de verbinding met hem houden. Hallo, expeditiegroep. De pionier roept u. Wij ontvangen u luid en duidelijk. Hallo, pionier. Gelukkig dat ik u eindelijk te pakken heb gekregen. Waar bent u? Ja, van veel meer belang is waar u nou bent. Op de poolbasis. Mijn orders luiden dat ik hier moet blijven tot nader order. Hebt u het wrak gevonden? Ja. Hoe gaat het met de bemanning? Is er iemand gewond? De bemanning is er niet meer in. Wat? Wat is hun dan overkomen? Waar zijn ze heen? Ja, Frank. Ja, dokter. Luister eens goed. Ja, dokter. Je zegt dat je je op de poolbasis bevindt, nietwaar? Ja, natuurlijk. Heel alleen? Ja, dat is nou juist zo vreemd. Waar is iedereen eigenlijk heen? Gisteren stond de pionier nog naast de karavaan hier en nou is die verdwenen. Waar zit u nou? Luister eens goed, Frank. Zijn de trucks nog in goede staat? Natuurlijk, waarom niet? Dan krijg je nu de volgende opdracht. Kom met de truck naar het Mare Australis. Naar welk punt? We zullen je een richtingsgolf geven. Dan kom je vanzelf bij ons uit. Het is goed, maar wat is er eigenlijk gebeurd? Hoe bent u daar terechtgekomen? En waarom heb ik er geen bericht van gekregen? Ja, trek je daar nou maar niks van aan. Kom maar eens zo snel mogelijk hierheen. En roep me zodra je op weg bent. Ik heb uw bericht ontvangen en begrepen. Over een half uur roep ik u weer. Hallo, Jeff. Heb je dat gehoord? Jazeker, dokter. Dit leek nu werkelijk op Rogers. Ja, maar hij schijnt toch nog verschrikkelijk in de war te zijn, hoor. En denk jij dat hij zich inderdaad op de poolbasis bevindt? Ja, waar anders? Hij heeft ons al die tijd vandaar opgeroepen. Via de zender van de vrachtvaarder nummer 2. Precies zoals wij zelf bij onze vorige expeditie naar Mars hebben gedaan. Ja, nou, als dat zo is, en als hij met de truck overweg kan, ja, dan is hij binnen 36 uur hier. Ja, misschien wel. Nou, laten we hopen dat het inderdaad Rogers is. Ik geloof niet dat het nu nog nodig is dat Mitch en ik hier blijven. We komen direct terug. Ja, nou, goed, het wordt ook tijd. Duisternis zal wel gauw invallen, hoor. Ja, nou, zodra we hier weggaan, laat ik het je weten. Ja, goed, ja. Intussen geef ik Frank zijn richtingsgolf. Dan kan hij zich daardoor heen laten loodsen. Hallo, dokter. Ja, Jeff. We verlaten nu de cabine en begeven ons in de luchtsluis. Zodra we buiten zijn, roep ik opnieuw. Goed. Nog iets van Frank gehoord? Ja, hij liet weten dat hij onderweg is en de richtingsgolf volgt. Maar hij schijnt er nog steeds niet van te snappen hoe wij hier gekomen zijn. Zo, nou, ik roep je over enkele minuten weer. Dokter! Ja. Dokter! Wat is er, Jimmy? Kom eens gauw! Waarvoor dan? Vliegende bollen! Honderden! Het lijkt wel een zwerm vogels en ze komen allemaal deze kant op. Wat? Kijk zelf maar. Daar. Lieve hemel, ja. Zou je denken dat ze op ons afkomen? Ja, wat anders. Dan gaan we eraan. Want tegen die zwerm kunnen we niks beginnen. En wat moeten Jeff en Mitch doen? Die komen direct naar buiten. Ja, blijf naar de televisie, Jimmy. Ja. Ik zal ze oproepen. Zeggen dat ze moeten blijven waar ze zijn. Hallo. Hallo, Jeff. Hallo. Dit is de pionier. Jeff.
Hallo, hallo. Ze zijn hier vlakbij, dokter. Ben er recht boven ons. Hallo, Jeff. Hallo. Wat is er? Krijgen ze niet te pakken? Nee, Jimmy. Ze antwoorden niet meer. Landing op Mars. Dit was het zevende deel van onze derde serie luisterspelen over de ruimtevaart, Sprong in het heelal, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De rolverdeling was Jeff Morgan, John de Vreese, Steve Mitchell, Jan van Ees, Dr. Matthews, Louis de Bree, Jimmy Barnett, Jan Burkus en Frank Rogers, Paul van der Lek. Regie, Leon Povel. Wij vragen uw aandacht voor onze derde serie luisterspelen over de ruimtevaart. Sprong in het heelal. Van Charles Chilton, vertaald door Propeller en opgevoerd onder spelleiding van Leon Povel. Vanavond het achtste deel, een vreemdsoortige gevangenis. Na een reis door de ruimte van ongeveer een half jaar waren wij tenslotte geland op Mars. We waren neergestreken in het uitgestrekte woestijngebied van het Mare Australis, in de buurt van het wrak van vrachtvaarder nummer 2, die daar bij onze eerste Mars-expeditie was verongelukt. We hadden die plaats uitgekozen omdat wij ervan overtuigd waren dat Frank Rogers, een lid van de bemanning van de eerste ruimtevloot, zich in het wrak ophield, vanwaar hij onsamenhangende radioberichten de ruimte instuurde. Eenmaal geland haastte Jeff en Mitch zich naar het wrak. Zij troffen er echter niemand aan. Wel constateerden wij dat de radiozender die er zich in bevond, werkte. Blijkbaar werd deze op afstand bediend door Frank Rogers, die zich naar alle waarschijnlijkheid bevond op onze vroegere poolbasis op de zuidelijke poolkap. Inderdaad had hij tot tweemaal toegemeld dat hij zich daar bevond. Wij hadden de indruk gekregen dat Rogers nog steeds min of meer onder invloed stond van de Martianen en dus niet in het bezit was van zijn vrije wil. Dat was voor mij aanleiding te proberen hem bij ons te krijgen. Ik gaf hem daarom opdracht in een van de trucks die zich op de poolbasis bevonden naar ons toe te komen. Rogers antwoordde dat hij de opdracht begrepen had en terstond op weg zou gaan. Ik deelde dit mee aan Jeff Morgan, die daarop besloot het wrak te verlaten en terug te keren naar de pionier. Onmiddellijk daarop riep Jimmy Barnett, die het televisietoestel bediende, mij bij zich. Dokter! Dokter! Wat is er, Jimmy? Kom eens gauw! Waarvoor dan? Vliegende bollen! Huh? Honderden! Het lijkt wel een zwerm vogels en ze komen allemaal deze kant op. Wat? Kijk zelf maar. Daar. Lieve hemel, ja. Zou je denken dat ze op ons afkomen? Ja, wat anders. Dan gaan we eraan. Want tegen die zwerm kunnen we niks beginnen. En wat moeten Jeff en Mitch doen? Die komen direct naar buiten. Ja, blijf naar de televisie, Jimmy. Ja. Ik zal ze oproepen. Zeggen dat ze moeten blijven waar ze zijn. Hallo. Hallo, Jeff. Hallo. Dit is de pionier. Jeff. Hallo. Hallo. Ze zijn hier vlakbij, dokter. Ben er recht boven ons. Hallo, Jeff. Hallo. Wat is er? Krijgen ze niet te pakken? Nee, Jimmy. Ze antwoorden niet meer. Die bollen. Die zijn nu recht boven ons. Nou stoppen ze. Ze blijven boven ons hangen. Ze moeten ons gezien hebben, dokter. Ja, hoe kan het ook anders? Zie je wel, waren we maar naar de poolkap gegaan. Het was vast niet Frank Rogers die ons opriep. Dat was maar een trucje om ons hierheen te lokken. Ja, waarom zouden we al die moeite doen? Ze konden ons toch even goed op de poolkap in de val lokken? Ja, ja, misschien wel. En wat doen ze nu? Ze blijven dan maar hangen. Onbewegelijk. Hallo, hallo, hoor je me? Hallo, Jeff, ja. Wat is er eigenlijk gebeurd?
Nog geen 2 minuten geleden heb ik je opgeroepen, maar ik kreeg geen antwoord. Ja, wat er gebeurt is, snap ik ook niet. Opeens werkt onze radio niet meer. Nou, weer wel gelukkig. Waar zijn jullie nu? Oh, we komen nou net uit de luchtsluis om naar buiten te gaan. Nou, maak jullie dan dat je in de truck komt? En dan is de bliksem hierheen. En waarom? Wat is er dan aan de hand? Nou, kijk maar eens naar boven. Recht omhoog. Wat? Wel, ik maar... Kijk eens, Jeff. Huh? Vliegende bollen. Tientallen. Ze hangen recht boven ons. Vliegende... Naar de truck, Mitch. Zo vlug als maar kan. Ja, kom mee. En zorg ervoor dat je ons direct kunt binnenlaten, dokter. Ja, de luchtsluis is leeg en de buitendeur staat open. Mooi. Jullie kunnen er zo in springen. Goed zo. We gaan nu de luchtsluis van de truck binnen, dokter. Goed, Mitch. Zeg, wat zouden die bollen van plan zijn, denk je? Ja, dat weet ik niet. Maar hoe eerder jullie weer hier zijn, hoe geruster ik me zal voelen. Ja, ik ook, dokter. We zijn nu in de cabine. Binnen een paar minuten zijn we bij jullie. Dokter! Ja, Jimmy? Die bollen gaan dalen. Hé, kom. Kijk maar. Zie je wel? Ze worden langer en groter. Zie je? Ze dalen. Ik durf te wedden dat ze Jeff en Mitch willen verhinderen weer bij ons te komen. Hallo, Jeff. Hallo, ja, hallo. Oh. Die bollen dalen. En snel ook. Zouden jullie het wel halen? Ik hoop het. We zijn er zowat halfweg. Ja, maar kun je niet vlugger rijden? Nee. We draaien nu al op volle toeren. Die dingen zijn al bijna hier. Wat is dat, Jimmy? Wat is er nou? Ik weet het niet. Ik voel me zo raar. Precies zoals toen Jeff en ik bij die asteroïde in de buurt kwamen. Ja, maar Rembrandt. Ik begin me ook een beetje raar te voelen. Jij ook zo, dokter. Lieve hemel, wat zullen we nou weer hebben? Jimmy, de televisie. Televisie, ja. Ja, dokter. Laat ze ontcirkelen over de grond. Zoek de truck. Ja, dok. Televisie cirkelt rond. Goed. Stop. Daar zijn ze. Ze zijn nog niet half weg. Ze komen niet meer van de plaats. Hallo. Hallo, Jeff. Hallo. Hoor je mij? Jeff. Mitch. Hoor je mij? Hallo, pionier. Frank Rogers roept u. Hoort u mij? Hallo, Jeff. Wat zei je? Dat was Jeff niet, dokter. Dat was... Wat heb je nou, Jimmy? Hallo, pionier. Rogers roept u. Hoort u mij? Hallo, Frank. Hier is dokter Matthews. Hallo. Antwoord alsjeblieft. Net was het nog volop dag. En nou is het pikken donker. Wat is dat nou? Hé, hey, dok. Dokter, ben je daar? Of wat waait helemaal toch hier zijn? 1 minuut geleden was hij nog. Waar ben je, dokter? Ik moet schakelen om al het licht zien te vinden. Ik moet het... Wat is dat nou weer? Is hoofdpijn alleen al niet genoeg? Ik moet die schakelaar vinden. Au, verdorie. Verdorie, waar lig ik nou weer op? Daarnet stond ik toch nog aan de televisie. Dokter? Dokter! Jimmy? Kalm even. Overstuur raken geeft niet. Rustig naar wand, jong. Eens kijken wat er gebeurd kan zijn. Ik stond aan de televisie en ik keek naar de truck. En de dokter stond rechts naast me. En toen kwamen die vervloekte vliegende bollen. Die zouden gaan landen. Maar hoe ben ik hier gekomen? En waar ben ik nou eigenlijk? Ik lig op een matras, dat kan ik voelen. Maar niet in mijn kooi. Nee. Mijn kooi is het niet. Waarom kan ik dit zien? Wat is er met mijn ogen aan de hand? Nee, Jimmy. Geen paniekstemming, jong. Het is nou natuurlijk nacht. Hè, Jimmy? En het licht is kapot. Dat is alles. Ja, als ik nou de deur van de cockpit open, dan kan ik de sterren zien. Ja, dat zal ik doen. Als ik nou die deur maar vinden kan. Au, gedraaid. Elke beweging die ik maak, stoort ik mijn hersens. Hoe kan dat nou?
Er moet iets hard zijn hier vlak boven me. Spoelen. Kanapjes aan, jongen, Jimmy. Oh, wat een wonder. Een soort zoldering vlak boven mijn hoofd. Rechtop kan ik dus niet gaan zitten. Dan opzij eruit. Opzij. Dat gaat ook al niet. Ook alweer een obstakel. Wat is dat nou? Kom, Jimmy, jongen. Kalm blijven. Er waren drie andere zijkanten. Nou gaan we hier proberen. Hier is niks. De hemelse dank. Nou, één been. Buiten. Bed. En dan de vloer maar zoeken. He? Voorzichtig. Nog een eentje verder. Nog een eentje. Waar is die vloer nou? Wat is er met de vloer gebeurd? Oh, lieve hemel, het is een nachtmerrie. Natuurlijk wordt dit dan nog een nachtmerrie zijn. Het is een afschuwelijke droom. Aanstond word ik wakker en dan merk ik dat ik nog in de pionier ben. Dan zit ik in de pionier met Jeff, met Mitch en met de dokter. Dokter! Dokter! Wie is dat? Wie is daar? Wie is dat? Oh, mijn oog. Ben jij, dokter? Jimmy. Waar ben je? Het is de dokter, ja, hemelse dank. Dok, wat is er nog met ons gebeurd? Huh? Wat is er met het licht aan de hand? Waar zijn we? De pionier, hopelijk. Nee, dat hoop ik niet. Dat geloof ik niet, dokter. Lig jij ook op een soort bed? Ja. Dan moet je niet proberen op te staan, want dan stoot je hersens ergens tegenaan. Dank je voor de waarschuwing, ja. Jimmy. En probeer ook nog maar niet de vloer te vinden, want die is er niet. Wat? Ik zeg, die is er niet. Wat zeg je? Voel nou eens met je handen om je heen. Kun je lachen. En beweeg nou niet voordat je dat hebt gedaan. Ja, ik ben al bezig. Nou, en? Over mijn hoofd is niks. Wat zeg je nou? Hier is de vloer. Ik voel hem heel goed. Verroesten liggen ondersteboven in bed. Maar waar zijn we ergens? De pionier is dit zeker niet. Wat is er met het licht aan de hand, Dok? Waarom is het stikken donker? Dokter, het is toch stikken donker, hè? Ja, Jimmy, dat is zo. Nee, dan ligt het niet aan mij. Ik dacht drempel dat het aan mijn ogen lag. Ben jij dat, Jim? Jeff, dat is Jeff. Dokter, dat is de stem van Jeff. Jimmy? Jeff, waar zit je nou? Waar lig je nou? Jimmy, waar hang je nou? Ben jij? Ik kan geen klap zien. Jimmy en ik ook niet, Jeff. Lig jij op een soort bed? Ja, maar hoe kom ik hier eigenlijk? Ja, dat vragen wij ons ook al af. Jeff. Dat is Mitch. Wat gebeurt er toch in hemelsnaam? Kan hem blijven, Mitch. Wat is me overkomen? Waarom is het hier zo donker? Rustig aan maar. Dat vragen we ons allemaal af. Het is toch eigenlijk een wonder dat we allemaal nog bij elkaar zijn, hè? Wat is het laatste dat jij je herinnert, Mitch? Nou, ik herinner me dat ik met Jeff in de truck zat. Ja. En dat we in volle vaart in de richting van de pionier reden. Ja, dat is ook het laatste dat ik me herinner, dokter. Ja, ik herinner me nog dat die vliegende bollen geland zijn. Een daarvan kwam vlak naast de pionier neer. En we namen het hele uitzicht op de truck. Herinner jij je dat ook, Jimmy? Nee, dok, ik moet toen al buiten Westen zijn geweest, nou, denk ik. Dan lijkt het me nogal duidelijk wat er gebeurd is. Hoezo? We zijn op de een of andere manier bewusteloos geraakt. En daarna hebben ze zich van ons meester gemaakt en ons hierheen gebracht. Wat is hierheen? Ja, dat weet ik ook niet, Jim. Nou, dat moeten we dan maar proberen te ontdekken. Blijven jullie nou rustig liggen, dan zal ik eens even rondneuzen. Au! Wat is er? Hij ook al. Stoot ik mijn hoofd. Ja, dat is mij ook wel overkomen, Mitch. En probeer dan niet uit je kooi te komen, want dan zul je merken dat er helemaal geen vloer is. Wat? Geen vloer. Ja, maar ik voel wel een vloer. Dat heb ik je toch al gezegd, Jimmy. Ja, laat eens voelen. En jij, Jeff? Ja, hoor, ik voel hem ook. Mijn bed is vast niet hoger dan een halve meter boven de vloer. Dan moet het mijne er vast wel een meter of twee, drie vandaan zijn. Ik krijg de indruk, Jeff, dat jouw stem en die van de dokter meer uit de diepte klinken dan die van Jimmy. Huh? Je hebt gelijk, Mitch. Ja, voor mij klinkt dat ook zo. Nou, blijven jullie beiden dan rustig waar je bent. En probeer niet uit je kooi te komen. Jullie zouden kunnen vallen en je lelijk bezeren. Ja, Jeff. Zeg, Doc. Ja. Als jij bij de vloer kunt, probeer dan eens of je op kunt staan. Ja, goed. Nou, en? Heel goed. Ik sta nou naast het bed. Ja, ik ook. Blijf jij dan nou staan, Doc? Dan kom ik naar je toe, maar blijf praten, dan kan ik me enigszins oriënteren. Ja, goed. Hier ben ik. Doe voorzichtig aan, het is helemaal niet zeker dat de vloer gelijk is. Aan te.
Tot nu toe schijnt dat wel het geval te zijn. Nou, kom nou maar. Kom nou maar hier naartoe. Maar doe het voorzichtig. Kalm aan. Ik moet dan bijna bij je zijn, dokter. Mooi. Nou, kalm, het geluid van je stem te oordelen kan ik niet verder dan een paar decimeter van je vandaan zijn. Ja, dat doet mij ook, zeg. Ja, zie zo, ik ben er. Dit ben jij toch, hè? Ja, oh, je hebt je ruimtekostuum nog aan. Ja, behalve mijn helm. Heb jij het jou ook nog aan, Mitch? Ja, precies als Jeff, zonder de helm. En wat heb jij aan, dok? Nou, ook mijn ruimtekostuum. Oh. Hé, dat had ik in de Pionier niet aan. Wat? Maar ook geen helm. Zeg, ik heb ook mijn ruimtekostuum aan, zonder de helm. Wat gek dacht dat ik dat niet eerder heb gemerkt. Maar natuurlijk omdat ik zo geschrokken ben. Maar waarom zou Hoog al die dingen aan hebben? En wie heeft ze de dokter aan mij aangetrokken? Ja. Wat heeft dat te betekenen? Ja, pik er dan nou maar niet over, Jim. Dat doe ik wel. Zeg, kom, dokter. Geef me een hand en laten we beginnen met op zoek te gaan naar de muur. Ja. En die vervolgens op zijn hele lengte aftasten. Ja, goed, ja. En, Jeff? En... gladde wand, zoals dat dusver. Ja, maar er moet toch ergens hier een deur zijn? Ja, logisch, ze hebben ons niet door de wand heen geduwd. Nou, als er een deur is, dan valt er niks van te bespeuren, hoor. Wacht eens even, dokter. Blijf nog even staan. Ja? Laten we nou eens nagaan aan de hand van onze speurtocht... hoe we ons dit vertrek hebben voor te stellen. Ja. We begonnen bij jouw bed. Dat van Jimmy schijnt zich op een meter of zo boven te bevinden. Nu zijn we gekomen aan mijn bed, met dat van Mitch erboven. Ja. In totaal 36 passen. We hebben dus geen enkele hoek gevonden. Nou, dit vertrek moet rond zijn. Ja, of ovaal, hè? Ja, aangenomen dat de bedden recht tegenover elkaar staan... of het geluid afgaande, zou je zeggen dat dat het geval is. Ja? Dan zijn jullie dus nog pas half weg. Ja, dat zal ongeveer uitkomen, denk ik, Mitch. Ja, laten we nou verder gaan. Ja, goed. Dus zeg, als de hele wand glad blijft, tot aan jouw bed... Ja. Dan gaan we de vloer onderzoeken. Juist. Nou, kom. Dan gaan we verder. Ja. Hier even. Hier is het gewoon... Hier is niets te voelen. Hier is hetzelfde. Niets. Oh, wacht eens even. Stop, dokter. Stop. Ja, wat is er? Ik heb iets gevonden. Wat? Huh? Hier vlakbij. Iets in de muur. Daar. Kom eens hier met je hand. Zo. Voel je het? Ja. Een remper. Wat is dat? De zoldering. Er komt een opening in. Wat? Ja, kijk maar. Daar heb je het. Het lijkt meer op een raam dan op een opening in het dak of in de zoldering. Nou, dat is maar goed. Ook als het een opening was geweest, zaten we nou in het luchtledig. Doordat jij op dat ding drukte, moet iets voor dat raam zijn weggeschoven. Ja, dat moet wel. Nou ja, we kunnen tenminste weer wat zien. Al zijn het alleen maar de sterren, hè? Ik had er geen idee van dat het nacht zou zijn. Nou, ik verbaas me er niet over. De zon ging immers al bijna onder toen we uit het wrak kwamen en terugreden naar de Pionier. Ja. Zeg... Sterren of geen sterren, maar zoveel licht kunnen ze hier binnen toch niet geven, wel? Wacht, dus ik begin anders al omstreken van allerlei dingen te onderscheiden. Ik ook. Ik zie dat mijn bed boven dat van jou staat, Jeff. En dat het ruim 3 meter boven de grond gelegen is. Ja. Dat mijn ook. Wat gek, er staat niet eens een laddertje bij om erop te komen. Hoe zijn we dan eigenlijk ingekomen? Nou, ze hebben er ons natuurlijk ingelegd. Nou, dan moeten dan wel hele sterke jongens geweest zijn, zeg, om ons zo hoog op te tillen. Zelfs voor Mars. Nou, jongens, opzij dan. Ik spring naar beneden. Hup! Lieve Mitch, hoe kan dat nou? Hè? Hoe kan dat nou? Hij zweeft omlaag. Nou, maar dan is dit vast een ruimtevaartuig. We zijn op drift geraakt in het heelal. Nee, Jimmy, dan zou er helemaal geen zwaartekracht zijn. Oh, nee, nou ja, zwaar. Hoe is er mee, Mitch? Nou, ja, een beetje raar dat het naar beneden zweven, hè? Ik dacht natuurlijk dat het wat vroeger zou zijn gegaan. Waar zouden we dat toch zijn? Nou, we kunnen alleen maar op Mars zijn, Jeff. Ja, maar hoe komt het dan dat wij hier zomaar rond zweven? Zeg, zouden we bij dat raam kunnen komen. Nou, dat is te proberen. Ja. Staan die kooien vast of zijn ze verplaatsbaar? Nou, ik zal eens even kijken. Ja, ze zijn verplaatsbaar. Staan gewoon los tegen de wand. Wacht even, dokter. Kom naar beneden om je een handje te helpen. Laat maar, Jimmy. Laat maar. Ik kan het makkelijk alleen af. Die dingen wegen bijna niks. Ja, waar we ook zijn. De zwaartekracht is hier blijkbaar nog geringer dan op de maan. Ja, nou, wie gaat er naar boven? Jij en ik, dok. Goed. Ja, ga maar, Mark. Kalm aan, anders ga je met je hoofd door de zolder. Ja, gelijk heb je. Je lijkt wel een koorddanser, dokter. Ja, nou, Jeff, kom dan maar. Ja, daar kom ik aan. Ziezo. Het is griezelig, niet? Kun je naar buiten kijken, Jeff? Nou, nog niet goed. Zeg, dok, ja? Til me eens op, ja?
Ja. Ik weeg vast niet meer dan een paar kilo. Ja, dat is goed. Zo. Ja, klaar. Klaar? Ja. Klaar? Ja. Helpt dat? Nou, ja en of. En? We zijn niet ergens in de ruimte, dat is zeker. Ik zie land. Ja. En dit ding is een gebouw. Ik zie er zelfs nog een paar andere die rechts en links van ons liggen. Dan zijn we dus wel op Mars. Ja, de bodem is hard en rotsachtig. Bijna zoiets als op de maan. Is het licht genoeg buiten om dat te kunnen zien? Ja, dokter, het is buiten inderdaad vrij helder. Zo helder als bij maneschijn op de aarde. Aha. Ja, maar de twee manen van Mars zijn toch te klein om zoveel licht te geven als jij beschrijft, Jeff. Ah. Ja, kun je de lichtbron zien? Nee, het licht komt van achter en de lichtbron kan niet hoog aan de hemel staan. Daarvoor werpt dit gebouw te lange schaduwen. Ik zeg, dok, draai eens om. Ja? Dan kan ik de andere kant op kijken. Ja, goed, ja. Zo. Zo? Ja, prachtig, prachtig, prachtig. Ja, nou zie ik ze. Het is een maan. Oh. Een heel groot... Lieve hemel. Wat is er? Het is geen maan. Wat dan? Huh? Het is Mars. Mars? Mars? Ach. Ach, hoe is dat nou mogelijk? Ah, weet ik het, maar het is Mars, Mitch. Dat kan ik je verzekeren. Hij staat laag aan de hemel. Dokter, zet me eens neer. Ja. Dan tel ik jou op. Ja, goed. Zie... Ja. Ziezo. Ja, zo. Ja. Klaar? Ja. Dan til ik jou op. Goed. Zo. Ja. Boven. Ja. En? Ja, hoor. Het is Mars. Hij hangt in de lucht als een reusachtige rode maan. Maar dan zijn we daar duizenden kilometers vandaan. Ja, ongetwijfeld. Wil je het zelf misschien ook zien, Mitch? Ach, waarom? Als jullie allebei zeggen dat het Mars is, dan zal het toch wel zo zijn. Opzij even, Mitch. Jimmy, we komen naar beneden. Nou, maar zijn jullie niet in de weg. Kom maar gerust, hoor. Ja. Ja, zie je, Jimmy... Van hieruit kijk je naar beneden als in een donkere put. Je ziet geen klap. Ja, wij zien jou ook maar vaak, Jeff. Alleen je silhouet tegen de sterren. Nou, ik kom eraan. Zo. Ben je al beneden, Jeff? Ja, Doc. Nou, kijk dan uit. Ik kom ook. Ja. Zie je al. We zijn op drift geraakt in de ruimte. Net wat ik zei. Nee, Jimmy. Waar we zijn, weet ik niet. Maar zeker niet op drift. Buiten zie je vaste bodem. Rotsen, heuvels en de horizon. We zijn niet meer op drift dan wanneer we ons op de maan bevonden. Ja, maar denk je dan dat dit een maan is? Een van de manen van Mars? Dat heb ik niet gezegd, Mitch. Ik zei alleen dat de bodem eruit ziet als die van onze maan. Ja. Alleen op veel kleinere schaal. Oh, ik zou zo zeggen dat een van de manen van Mars de enige plaats is waar we kunnen zijn. Maar hoe we hier gekomen zijn of wie ons hierheen heeft gebracht... dat durf ik nauwelijks aan te denken. Ja. Nou, in elk geval kunnen we blij zijn dat ze ons samen hierheen hebben gebracht. Dus... Als ik hier op een eentje wakker was geworden, dan zou ik in de minimum van tijd stapel gek geworden zijn. Dat kan ik je verzekeren. Konden we maar iets meer zien dan alleen dat stukje hemel daarboven. Ja, zeg, wacht eens even, Jeff. Ja? Als Mars daar buiten zo helder schijnt, hoe komt het dan dat het hier binnen zo pikken donker is? Ja, dat komt omdat er hier geen atmosfeer is, Jimmy. Oh, ja, ja. Als Mars hoog genoeg aan de hemel komt te staan om door dat raam naar binnen te schijnen, dan zullen we hier wel wat kunnen zien. Ja. Anders blijft het net zoals nu. Ja. Au, wat een boom! Wat is het, Jim? Door hier nog aan toe, dan loop ik tegen die wolkenkrabben van een bed op. Hè? Huh? Oh. Nee. Ja, we zetten het tegen de wand. Dan staat het niemand meer in de weg. Moet je dan niet meer door dat de ding is, dat het observatorium uitkijken? Nee, voorlopig niet. Dan gaat hij weg. Huppata! Hey. Zo. Als je me nou, wist je dat ik zo'n grotere jongen was? Ik hoop dat het licht van Mars niet het enige is dat we te zien zullen krijgen. Nee, natuurlijk niet, Mitch. Als dit een van de manen van Mars is... komen we vroeger of later wel in het zonlicht. Ik hoop het. Ik zou het vreselijk vinden de hele tijd hier in die Egyptische duisternis te moeten zitten. Ja, hoe lang zouden we hier moeten blijven? Geen flauw idee, Doc. Nou ja, wie ons hierheen gebracht heeft... je kan toch zeker niet de bedoeling hebben gehad... ons hier voorgoed te laten zitten. Zonder eten of drinken. Zo, waarom niet? Dit kan wel een soort gevangenis zijn. Ja, dat is het zeker. Anders zaten we hier niet. Maar als het de bedoeling was dat we hier zouden omkomen... waarom zouden ze dan de moeite hebben genomen... ons allemaal netjes in bed te stoppen? Misschien dachten ze wel dat we... dood waren. Oh, ja. Jimmy weer. Altijd vol vrolijke opwekkende invallen. Nou ja, dat komt toch. Hè? Als ze ons hadden willen doden, hadden ze dat gemakkelijk kunnen doen. Natuurlijk. En reken maar dat ze dat hadden gedaan. Ja. Heb je er al zoiets van gehoord dat een Martiaan of een aangepast mens iemand doodmaakt? Nou ja, het zou mij toch liever zijn dat ze me meteen doodmaakten... dan dat ze me voor de rest van mijn leven in die donkere hol houden opgesloten. Nou, misschien zijn we maar voor korte tijd opgesloten. Ja, laten we het hopen. Nou ja, jongens, hier zo zitten zwammen, dat haalt niks uit. Kom. Laten we liever iets doen. Ik wil wel een stukje voor jullie dansen, maar je ziet er niks van. Zeg, dus Doc, had jij het een of ander op het oog? Ja. Toen we dat paneel, of wat het ook is, vonden... waardoor dat raam vrij kwam... Ja? Waren we nog niet veel verder gekomen... dan de helft van de omtrek van dit vertrek. Ja. Nou, ik stel voor verder te zoeken. Ja, waarom niet?
Misschien vinden we nog een paneel. Komt het hele plafond naar beneden. Zeg, waar waren we ook weer precies toen we dat paneel vonden? Bij jouw bed, Jeff. Bij mijn bed. Dat wil zeggen bijna. Te oordelen naar het geluid van de stem van Mitch. Ja, juist, dokter. Begrijp je? Nou, kom. Dan gaan we daar eerst heen en zoeken verder. Maar laten we eerst onze ruimtekostuums uittrekken. Dat zijn zulke onhandige dingen. Dan kan ik het mijne ook niet uittrekken. Ik krijg het dus verschrikkelijk warm. Ja, dat is best, Jim. En jij ook, Mitch. Graag. En laten we ze dan op het bed leggen dat Jimmy het net tegen de muur heeft gezet. Oh ja. Zo. Ja. Nou, het mijne leg ik helemaal links. Hè? En dan het jouwe, Doc. Dan jij, Mitch. En jij komt dan na, Jim. Goed, ik leg even de knoop in. Dan kunnen we ze in het donker vrij makkelijk terugvinden voor het geval we ze weer aan willen doen. Ja, nou, hier heb je de mijne. Zo. Hé, wat gaan we nou doen, Jeff? Nou, de dokter en ik gaan naar de overkant en proberen dat paneel weer te vinden. Van hieruit is het rechts van het bed. Ja, kom jij ook mee, Mitch? Ja. Als we bij het bed zijn, dan ga jij naar links. Tast jouw kant van de wand er voorzichtig af, naar boven en naar beneden, zover je rijken kunt. Ja. En wat moet ik dan doen? Jij begint hier, Jim. Ja. En je werkt naar rechts. Goed. Daar moeten Mitch en jij elkaar ongeveer halfweg ontmoeten. Ja, juist. Nou, kom kerels aan het werk. Laten we hopen dat er in de vloer nergens een gat zit. En? Schiet je al op, Jeff? Nee, niet bijzonder, Mitch. We kunnen dat paneel niet meer vinden. Ja, het kan toch niet hier ver vandaan zijn, Jeff? Het was hier ergens, ik weet het zeker. Ja. En Jim, hoe schiet jij je op? Voetje voor voetje. Maar die wand is zo glad als glas. Er is geen barstje in te ontdekken. Au! Jimmy, wat is er? Hé, verdorie, Mitch. Nou, wat... Je hoorde me toch zeker praten, niet? Je had toch kunnen zeggen dat je vlakbij me was? Ja, dat had ik graag gedaan, Jimmy, als ik maar bij je in de buurt was geweest. Wat? Huh? Wil je nou zeggen dat... Huh? Naar je stem te oordelen zijn we een heel eind van elkaar af. Ja, maar wie is dat dan hier? Er kan niemand zijn, Jim. Ja, nee, Jeff, nee. Ik ben over iemand gestruikeld. En ik dacht dat het Mitch was die gebukt stond om de onderkant van de wand af te zoeken. En dat was ongeveer hier. Oh, lieve moeder. Maar wat is dat dan? Er ligt een lichaam op de vloer en het voelt koud aan. Ijskoud. Wacht, Jimmy. Ik ben zo bij je. Waar zit je ergens? Hier, Doc. Je bent vlakbij me. Au. Dan neem je niet kwalijk, Jimmy. Waar is dat nou, dat lichaam, zoals jij dat noemt? Ligt hier, op de vloer. Doc, vlak bij mijn voet. Hier, voel maar. Waar? Daar. Ja. Er ligt iemand. Ja, en is hij dood of leeft hij nog, Doc? Ja, dat weet ik nog niet. Als je even geduld hebt, dan kan ik het je zeggen. Ja, wie zou dat kunnen zijn? Ja, dat weet ik ook niet. Ik kan toch niet op de tast zeggen wie iemand is? Ik ben toch zo voorzichtig geschrokken. Ik had er geen idee van dat hier nog iemand anders kon zijn dan wij vieren. Ja. Ik vraag me af of er soms nog iemand is. Hé? Ja, waarom niet? Tot nog toe hebben we alleen de wanden maar onderzocht. Wie weet wat we nog allemaal op de vloer vinden. Als er nog meer zijn, dan moeten dat mensen zijn die hier omgekomen zijn. Dat is vast ook onze bestemming. Maar denk dat wij drieën, terwijl de dokter die man onderzoekt, maar verder moeten gaan rondzoeken. Nou, liever niet, Jeff. Ja, we moeten eerst tot de rest van die wand af. Daarna nemen we vanuit drie verschillende punten de vloer onder handen en werken die systematisch af, zodat er geen plekje in onze aandacht ontsnapt. Hallo, Jeff. Ja, Doc. Die man hier is even levend als een van ons. Alleen heeft hij een hele trage pols. Oh. Voelt hij koud aan. Oh. Ik zal hem op mijn bed leggen. Ja, goed, Doc. Ik kom al naar je toe. Ja, dat moesten we trouwens allemaal maar doen. Heb je het gehoord, Mitch, Jimmy? Ja, Jeff. Ik ben nog vlak bij het bed van de dokter. Ja, ziezo. Nou, beter kunnen we hem geloof ik niet neerleggen zonder licht. Zeg, Doc. Dokter, ja? Is het een normaal mens? Ik bedoel, niet Martiaan of zo? Een normaal mens, Jimmy. Hij waagt net als wij in een ruimtekostuum, maar zonder helm. Wie zou dat zijn dan? Ja. Waar zou je vandaan komen? Ja, dat mag Joost weten. Zou die weer bijkomen? Ja, dat kan ik zo niet zeggen. Ik kan hem niet eens observeren. Ik weet alleen dat hij nog in leven is. Huh. Jullie hebben verder zeker niemand gevonden. Nee, Doc, ik geloof anders dat we nu wel de hele zaak uitgekant hebben. Ja. We zijn hier nou met 5 man. Ja, is er altijd nog 1 te veel. We moeten maar doen om hier vandaan te komen. Ik geloof niet dat we hier vandaan kunnen komen. Nou, zelfs al konden we het, dan geloof ik dat het niet eens verstandig zou zijn. Zo zonder helm. Er is hier geen dampkring buiten, dat heb je altijd gezegd, Jeff. Ja, Jimmy, en dat zeg ik nog. Het geeft niets als we hier maar blijven zitten kniezen. We
We moeten proberen te ontdekken waar we eigenlijk zijn. We zijn in alle gevallen op een hemellichaam dat om Mars wentelt. Waarschijnlijk op een van zijn twee maanden. Ja, maar op welke? Nou, dat kunnen we wel te weten komen als we de hemel een poosje nauwlettend gadeslaan. Jawel, maar we krijgen hier beneden zo weinig van de hemel te zien. Nou, we zullen een van die bedstellen midden in de kamer schuiven. Ja. Recht onder het raam. En dan? Twee van ons klimmen dan in het bovenste en houden voortdurend de uitkijk. Ja. Op die manier zullen we in staat zijn ons een vrij goed beeld te vormen van onze positie ten opzichte van Mars. Ja, prachtig. Laten we dat dan maar meteen doen, hè? Ja, en hoe moet het dan met slapen? Ja, slapen? Je bent verdorie pas opgestaan. Pas, het lijkt wel een eeuw geleden. Ja, dat kan wel zo lijken, maar ik durf erom te wedden dat het nog geen 2 uur geleden is. Wedden? Waarom wedden? Ik heb niks om te wedden. Ja, maar nou, nog wat anders. Wanneer gaan we eten? Ik begin honger te krijgen. Nou, dan zul je nog even hongerig moeten blijven. Er is hier geen voedsel, dat staat vast. Oh, dankjewel. Maar mag ik dan misschien een dubbele portie? Mitch en ik betrekken de eerste wacht. Ik zal uitkijken, staande op de schouders van Jimmy. Ja, natuurlijk, op de schouders van mij. Nou, wat heb je daar tegen, Jimmy? Hij weegt niet meer dan een paar kilo, volgens aardse begrippen. Ja, ja. Twee van ons kijken uit. Die onbekende ligt in het onderste bed van het andere stel. Dan zijn er dus 2 bedden vrij. Wanneer iemand die niet op de uitkijk staat, wat we slapen. Nou, ik kan je niet meer volgen, maar je hebt het wel geloof ik wel netjes uitgekregen. Goed, nou goed. We beginnen direct met de eerste wacht. Kom, dan laten we dat stel bedden weer naar het midden van het vertrek slepen. Dan gaan Jimmy en ik naar boven. Wij betrokken telkens met 2 man de wacht. Gedurende een periode van ongeveer 2 uren. Volgens onze schatting gebaseerd op de waarneming van de sterrenhemel. Mars, die aanvankelijk als een reusachtige maan laag aan de hemel had gestaan, verdween reeds gedurende de eerste wacht achter de horizon. Daarna heerste er een diepe duisternis. Alleen de uiterst zwakke lichtschijn van de sterren drong door het raam naar binnen. Doch niet verder dan het bovenste bed waarop wij op wacht stonden. De man die Jimmy op de vloer had gevonden lag nu, voor zover we konden nagaan, volkomen bewegingloos in het bed waarin ik hem had gelegd. Af en toe ging ik erheen om zijn pols te voelen en te luisteren naar zijn langzame, oppervlakkige ademhaling. Zijn huid voelde nog steeds koud aan. Jimmy en ik hadden de wacht overgenomen en Jeff en Mitch, die onderhand een beetje moe waren geworden, waren naar bed gegaan. De een onder de kooi waarin Jimmy en ik ons bevonden, de ander in die boven de onbekende. Ofschoon er geen dekens op de bedden lagen en wij onze ruimtekostuums hadden uitgetrokken, was het in het vertrek toch warm. Misschien wel iets te warm. En Jeff en Mitch vielen spoedig in slaap. Dat mochten we tenminste aannemen, want reeds enkele minuten na het overnemen van de wacht gaven ze geen antwoord meer wanneer we hen iets vroegen. Ze zullen het toch wel goed maken, dokter. Ik vind het een beetje verontrustend dat ze niet antwoorden wanneer wij ze wat vragen. Stel je voor dat ze wat overkomen is. Ach, kom, Jimmy. Hoe kunnen ze nou rusten als we ze iedere 5 minuten wakker maken? Ja, nee, daar heb je gelijk in. Ja, wanneer onze wacht voorbij is, dan moeten we ze natuurlijk wel wekken. Ja, ja. Nou kom, til me nou weer even op, want zo kan ik praktisch niks zien. Goed. Wat is dat? Wat is dat? Daar kreunde iemand. Dat is Jeff of Mitch. Een van die twee heeft wat. Ja, hou je mond, Jimmy. Waarom? Nou, stil nou. Luister. Ik geloof niet dat het Jeff of Mitch is. Dat is die man daar. Zet me neer, vlug. Ja. Lieve hemel. Wat nou hier? Wat is dat? Kom mee naar beneden, Jimmy. We moeten Jeff wekken. Ja. Dokter, dat luik voor het raam gaat dicht. Blijf waar je bent, Jimmy. Beweeg je niet. Lieve hemel, dan zijn we dat beetje licht dat we hadden ook nog kwijt. Schuit eruit, kerel. Dokter, waar zit je nou weer? Ik ben net beneden aangekomen. Oh. Kom ook naar beneden. Houd je stevig vast aan de stijlen van de kooi. Ik zal het proberen. Zodat je op de grond staat. Oké, dok. Au. Was dat nou weer? Wat is er in hemelsnaam nou weer aan de hand? Weet ik niet, dokter. Waar zit je nou? Vlakbij je, Jimmy. Schreeuw niet zo aan me, hoor. Neem me niet kwalijk, dokter. Ik had er geen flauw idee van dat je zo dichtbij me was. Luister, dan heb je dat gekke geluid weer. Jeff. Waarom wordt hij nou niet wakker? Hoe kun je nou door al dat lawaai heen slapen? Jeff, word wakker. Dokter, je moet vlakbij zijn bed zijn. Pak hem dan vast en schud hem wakker. Ja, dat was ik al van plan. Lieve hemel. Wat is er nou weer aan de hand? Het bed is leeg. Hij ligt er niet bij. Oh, wat willen ze nou toch? Willen ze ons gek maken? Jimmy, denk je dat je de kooi van Mitch kunt vinden? Ja, ik weet niet. Ik denk het. Moet recht achter me zijn, aan de andere kant. Ja, ga dan heen. Maak hem wakker.
Ik zal het proberen. Oh, 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 dat moet een nachtmerrie zijn. Dat kan niet anders. Jeff, Mitch, waar ben je? Mitch, je wel wakker. Jimmy. Ben jij het, Mitch? Wie? Lieve hemel. Dokter. Wat is dat dokter, toch, die vent? Die vent dat lok ijs is opgestaan en loopt hier maar rond. Nou, grijp hem dan. Ja. Laat hem niet los. Nou, hè, wat? Vooruit nou. Ja, dokter. Ja, waar zit je nou? Waar zit die vent nou? Dok, net was hij nog hier. Ik ben hem helemaal kwijt, dokter. Hij moet de andere kant op gegaan zijn. Ja, laat hem maar. Laat hem maar. Hou op Mitch aan. Ja, als je weer tegen die kerel aanloopt, pak hem in zijn kraag en houd hem vast. Goed. Au, dok, het gaat niet. Wat bedoel je nou? Ik kan de kooi van Mitch niet meer vinden. Ik weet niet meer welke kant ik aan moet. Ik kan me niet meer oriënteren. Dan kom dan terug hierheen en begin dan opnieuw. Ja, opnieuw. Goed, dok, zak doen. Oh, daar beginnen ze weer. Ik krijg de kippenvel van. Kom dan maar hier. Laat al uit. Je bent al een eind dichterbij. Ja, dat hoor ik. Ah, ik heb hem te pakken, dok. Ik heb hem te pakken. Nou, laat maar los, daar ben ik. Huh? Oh, wat een ellende. Ik dacht dat ik hem had. Nou, zie zo, Jimmy. Best nog kalm. Draai om. We proberen opnieuw Mitch te vinden. Ja. Lukt het niet, zoek dan de kamerwand op. En volg die totdat je bij zijn bed komt. Is dat duidelijk? Ja, het zou heel veel duidelijker zijn als we een beetje licht hadden. Ja, dat hebben we nou eenmaal niet. Nee. En dan vooruit. Ik zal intussen hier rondtasten. Proberen Jeff te vinden. Goed. Hoor je, daar heb je hem ook weer. Het komt me voor alsof hij zich aan de overkant van het vertrek bevindt. Ja. Maar waarom maakt hij dat lawaai? Ja, hoe meer lawaai je maakt, Jimmy, hoe makkelijker we hem kunnen vinden. Ja, over lawaai gesproken. Is dat nog geen lawaai genoeg om een dode te laten ontwaken? Ja, wat zeg ik nou? Mitch! Oh! Hé, daar hebben we weer. Weer is iets anders op geluidsgebied. Wat is dat, Jimmy? In schimmel, dan wat is er toch aan de hand? Ah, ben je wakker, Mitch? Ben je wakker? De hemel zij dank. Zeg, Jimmy. Hè? Waarom ben je teruggekomen? Wat? Nou, ik moet in een kringetje hebben rondgedraaid. Ik ben weer terug op punt van uitgang. Maar blijf dan maar hier. Wat was dat voor een geluid, dokter? En wie heeft het luik voor het uitkijkraam dichtgemaakt? Niemand, Mitch. Het is vanzelf dichtgegaan. Hoe kan dat nou? Vertel jij het me dan maar. Zeg, Mitch. Ja, dokter. Jeff is weg. Wat zeg je? Weg, ja. En die man die we bewusteloos hebben aangetroffen, is weer op de been. Ja. Jimmy loopt telkens tegen hem aan. Iedere keer. Hemel. Wat is dat? Ja, dat weten wij ook niet. Dat geluid horen we met tussenpozen nu al een kwartier lang. Ik kom naar beneden, dokter. Blijf praten, dan vind ik de mensen de weg naar je toe. Wacht nog even, Mitch. Blijf waar je bent. Waarom? Kijk maar eens naar de vloer. Is opeens verlicht. Gedeeltelijk tenminste. Een ronde plek. Net een doorschijnend mangat. Maar het is een mangat. Ik kan nog door naar beneden kijken. Ja? Ja, dokter. Dat moet de toegang tot dit vertrek zijn. En... Lieve hemel, dat ding gaat open. Een vreemdsoortige gevangenis. Dit was het achtste deel van onze derde serie luisterspelen over de ruimtevaart, Sprong in het heelal, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De rolverdeling was Jeff Morgan, John de Vreese, Steve Mitchell, Jan van Ees, Dr. Matthews, Louis de Bree, Jimmy Barnett, Jan Borkes en Frank Rogers, Paul van der Lek. Regie, Leon Povel.